grootscheepse renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Vissendijk van waterschap Vechtstromen was 2 jaar geleden al afgerond, maar corona verhinderde een feestelijke opening. En dat gebeurde nu tijdens de Twentse Waterweek. Waar we hier staan, de rioolwaterzuivering Almelo-Vissendijk. 1967 gebouwd. Dat is 55 jaar geleden. En dat is een beetje representatief ook voor de andere zuiveringen in dit gebied. 50 jaar geleden kwam de wet op de oppervlaktewater, trad in werking. En vanaf dat moment waren waterschappen het aangewezen orgaan om rioolwater te gaan zuiveren. Dus heel veel van onze zuiveringen, eigenlijk bijna allemaal, zijn 50 of 55 jaar oud. En dat betekent ook dat die rioolwaterzuiveringen toe zijn aan een upgrade, aan een renovatie. De renovatie heeft er in ieder geval toe geleid dat de civiel-technische apparatuur nog een keer 15 jaar mee kan. En de betonbakken die u allemaal ziet, daar gaan we ervan uit dat die 30 jaar meegaan. Dan misschien nog even over het onderwerp duurzaamheid. Want straks zult u zien dat we ook een aantal zonnepanelen hebben geplaatst. En dat kan omdat met de nieuwe technieken de omvang van de zuivering is ingeperkt. Dus we hadden ruimte over en die ruimte hebben we gebruikt onder andere om zonnepanelen te plaatsen. En die leveren zo'n beetje 15% van het energieverbruik van wat we hier nodig hebben op een zuivering op. Het is maar 15%, maar het is wel 15% die we zelf opwekken. Ja, dankjewel Erik. Ja, met dit soort microfoons dan denk je altijd dat er ergens versterking in de zaal is, als het ware. Maar het is voor A-visie. Hartstikke goed. Nou, ook ik maak graag nog even van de gelegenheid gebruik om, dat doe ik dan via jou Erik, om het waterschap te bedanken voor A, natuurlijk wat er hier heeft plaatsgevonden. Want ook dat is een stukje verbetering van Almelo op niet alleen deze locatie, maar ook wat er in de omgeving natuurlijk zich heeft afgespeeld. Want we hebben weer een staaltje samenwerking in optima forma hier gehad. Medewerkers van de gemeente hebben ook allerlei werkzaamheden in de omgeving uitgevoerd. En zoals ik de afgelopen 4 jaren de samenwerking met het waterschap heb ervaren, dat gaat gewoon hartstikke prettig. Jaden, wat zijn jullie hier aan het doen vandaag? Nou, we zijn met de klas hebben hier een rondleiding van het waterschap. En we hebben dus eigenlijk zijn we hier naar het proces wezen kijken van hoe het allemaal gaat bij de waterzuivering. En we hebben hier de educatieve benodigdheden voor bezorgd. En het was heel leuk. Ja, blessing. Ja, zeg. Wat viel jou nou het meeste op hier, toen je hier kwam? Ik voel me meer op, bijvoorbeeld, ik had de geur, ik rook opeens een hele andere geur wat ik normaal altijd ruik. Vond je het vies? Ja, eigenlijk best wel. Ja. Ik heb ooit wel wat lekkerder geroken. Dat kan, ja. Ja, ja. Dus dat viel jou op eigenlijk, die geur, hè? En wat nog meer? Nou, hoe alles eigenlijk in zijn werking ging. Want dat wist ik eigenlijk zelf nog helemaal niet, hoe dat allemaal in zijn werking ging. Nee. Zeg Celeste, wat is jou nou het meest bijgebleven van deze hele rondleiding? Ik vond het erg verbazendwekkend hoe alle bacteriën, alles kleiner dan een doperwt, rotzooi, oftewel slib, opaten om het water te reinigen. Ja, nooit gedacht. Nee. Oké. We hebben hier een aantal leuke duurzame aspecten hebben geïntegreerd in het project. Onder andere een groen-blauw dak op het bedrijfsgebouw. Ruimtes die over zijn hebben we ingevuld met zonnepanelen. We hebben in het nieuwe bedrijfsgebouw geen gasaansluiting meer, maar er zit een warmtepomp. En het mooiste van die warmtepomp, die haalt zijn warmte uit de nagelegen nabezinktank. Daar hebben we opslagbakken hier vol water, hebben we hier genoeg. En daar kun je dus ook de warmte uithalen om het bedrijfsgebouw te voorzien van de juiste temperatuur. Op dit moment niet, waar we wel mee bezig zijn, dat is microfrontreiniging. He, daarvan het verwijderen, dat zou ooit ook nog een keer wettelijk vast komen te staan. Dat is op dit moment niet wettelijk door ons opgelegd, maar daar zijn we al wel mee bezig. Dat eigenlijk, microwaterreiniging? Microverontreinigingen. Microverontreiniging. Ja, dan moet je denken aan medicatieverwijdering en dat soort aspecten. Ja. Dat is iets wat in de toekomst eventueel nog wel staat te gebeuren, maar op dit moment niet aan de orde, niet wettelijk verplicht, maar zijn we als waterschap al wel mee bezig om daarop te anticiperen. 10, 9, 8, 7.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Applaus.